vader heeft ons eigenlijk van jongs af aan al op de schaatsbaan gezet. Sowieso, als ik mijn vader niet had gehad, had ik sowieso niet echt, denk ik, bij deze sport gekomen. Want het is niet echt een hele bekende sport natuurlijk. Nou, het wordt wel steeds bekender, maar... Alleen zonder mijn ouders dan kwam ik hier niet elke dag, want dan zou ik met de trein moeten en ik ben geen ochtendmens, dus ja. Ik wil naar Heerenveen natuurlijk, maar ik weet nog niet waar ik dan ga trainen, dat is nog afwachten, maar ja, dat is natuurlijk het hart van de schaatswereld. Dus als je daar begint, dan ja, begint eigenlijk de hele... opbouw naar alles wat er nog komen kan. Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk naar de Olympische Spelen, hè? Maar op dit moment denk ik daar niet heel erg over na. Ik kijk gewoon elke keer naar de volgende wedstrijd, volgend seizoen en dan uiteindelijk zie ik wel waar ik kom. Ja, de hele dag voor de televisie inderdaad. En mijn moeder die is dan ook wel zenuwachtig. En jij? Ja, ik ben wel zenuwachtig, maar niet zo... Ik weet gewoon wat ze kan en dat ze gewoon zelf ook dat vertrouwen heeft. Dus dan heb ik dat ook in haar, zeg maar.